Die zijn ook geïmpregneerd. Dag, Sam! Sweet en Annale. Hallo, het is maandagochtend. Donderdag vertrekken we naar Afrika. We gaan nog eventjes naar Maastricht voor de laatste inentingen. Vorige week was Lea ziek, had koorts, dus kon ze de inentingen niet krijgen. Dus hebben we de afspraak verplaatst naar vandaag. De prikjes zijn goed verlopen vandaag. Nick heeft helemaal niet gehuild, heeft zelfs gelachen, vond het heel stoer. Lea heeft een beetje gehuild, maar het ging eigenlijk heel goed. Ik moet nu de koffer gaan inpakken. Hier staan koffers. En het is zo gek, want het is daar dus 30 graden als we daar aankomen. En het is nu de herfst begint. Het is echt super koud. Ik sta echt te rillen, dus ik ga echt een trui aan doen nu. En dan ga ik zomerspullen inpakken. Zo bizar. Maar goed. Gaat het goed? Yes. Het is de volgende dag. En ja? Half tover t-shirt. En ja, het is aardig gelukt met inpakken. In ieder geval inpakken. In ieder geval alles klaarleggen. We gaan naast deze en deze koffer waarschijnlijk nog een derde grote koffer meenemen. Zodat we meer grote koffers hebben waar we eigenlijk geen last van hebben tijdens de reis. Want we moeten 3 keer overstappen. En minder handbagage hebben. Dit is wat ik voor Lea ga meenemen. Dit is wat waarschijnlijk voor Nick meegaat. En misschien ga ik er nog wel iets uit kiezen. Deze heeft hij gisteren bij zwemles mee naar huis gekregen. Dat was super aardig. Zodat we daar door kunnen gaan met de zwemlessen. Hè? Want daar hebben we ook een swimmingpool voor de deur. Yeah! Hier heb ik al het beddengoed klaar voor oma Harmen. Die slaapt hier bij ons in huis. Als wij weg zijn. En nu gaan we nog even een afscheidetentje doen bij mijn zusje thuis. Nancy, we hebben een speciaal pakketje voor je wat meegaat naar Afrika. Je zusje. Yeah! Nog 1 nachtje slapen. Nick is op school. Maarten is even met Lea naar de dokter voor een laatste check. Want ze had gisteren oppijn, zei ze. Dus we willen alles eraan gedaan hebben. Maar zo gezond als kan mee te nemen. En ik ga de laatste boodschapjes doen. De laatste dingetjes van mijn to-do-lijst wissen. En ja. Ik laat jullie thuis zien wat ik allemaal heb gekocht. Lidl is binnen. Next stop is de biep. En ondertussen even een spelpotje met pindakaas. Ik ben weer terug van weg geweest. Ik laat jullie even zien wat ik heb gekocht. Even een update wat betreft Lea. Maarten was even bij de dokter met haar. En de oorontsteking is zo goed als weg. Ze zien nog een klein rood puntje. Dus dat ze nog wat hangerig is, dat is normaal. Ze is in ieder geval nu lekker bij oma aan het spelen. Dus dat gaat ook goed. Ik laat jullie zien wat ik heb gekocht. Ik was bij de HEMA, bij de Action, bij de DA en bij de kaasboer. Oh, en bij de Vibra. In here there are some shoe presents, you know. So I cannot show you. Deze zijn trouwens net met de post gekomen. Die zouden vanmiddag pas aankomen. De postbode kwam me tegemoet en zei, hey, ik heb een pakketje voor u. Nou ja, dat zijn dus mosquito-netten. Een ronde en een vierkante. We slapen in een huisje met 2 tweepersoonsbedden. Dus ja, dat is wel handig. Die zijn ook geïmpregneerd. Dan heb ik, morgen ga ik nog een workshop geven voordat we gaan vliegen. Dan heb ik nog wat papier en wat extra schaar en plaksel gekocht. Kaas, waar we naartoe gaan. Sue en Bruce die vroegen van, willen jullie kaas meenemen? Dus ik was bij de kaas, waar heb ik dat laten verpakken, vacuüm verpakt. Ik kreeg nog een appje van, hey, wil je dit meenemen? Want dat hebben we niet meer in het huisje waar jullie gaan zitten. Een notitieboekje voor mijn reisverslag. Wat knutselspulletjes voor in Afrika. En voor in het vliegtuig een beetje te rommelen. Hier wil ik een communicatieboekje van maken voor Nick en eventueel voor Lea. Voor als hij daar naar school gaat, dat hij een fotootje heeft en dat hij erbij kan zetten hoe die heet en wat zijn lievelingskleuren. Dan heb ik voor Nick een pet gekocht, want zijn grijze pet kunnen we niet meer vinden. En voor mij nog een pyjama broekje, een dunne. Dan hebben we, even kijken, voor de kids een multivitamine. De huisarts adviseerde om het immuunsysteem een beetje op te krikken, Davitermon. Multivitamine, maar ik heb gekozen voor een natuurlijke variant. Dat is deze. Die kost ongeveer een tientje. Ik heb geproefd. Ik vind hem best wel oké. Dit is een digitale thermometer. En pseudocreme voor... Ja, Lea is nog steeds met luier.
Soms wel, soms niet. En als ze met de luier is, dan heeft ze soms wat last. Dus vandaar die nog eventjes. En dit, jongens, dit is een antibiotica kuurtje. Niet aangemaakt nog. Dus dat is gewoon volgens mij de poeder. Mocht het nou zo zijn dat haar oorontsteking of wat dan ook opvlamt, dan mogen we echt super lief van de huisarts. Dan mogen we telefonisch contact hebben en afstemmen wanneer het tijd is om die te gaan geven. Wij zijn totaal geen voorstander hiervan. Dus we zullen het echt alleen maar doen als het echt niet anders kan. Ja. Maar goed, dan heb je in ieder geval bij je. Want ik weet niet hoe snel je daar bij een arts zit enzovoort. Economisch gezien gaat het best wel slecht op dit moment in Zimbabwe. Ze hebben volgens mij ook tekort aan granen. Dus brood zal super duur zijn. Rijst, pasta is een dingetje. Maar ook bijvoorbeeld brandstof. Dus Sue zei, als jullie kids van pasta houden, dan kijk dat je even wat meeneemt nog. Aardappelen en mais hebben ze genoeg op de farm. Dus ik heb hier nog wat, bij de Lidl nog wat pasta, of niet bij de Lidl, dit is van de DM, biologische speldpasta. Ik heb natuurlijk voor de kinderen ook hagelslag meegenomen. Nootjes, havermout, zodat we 's ochtends nog de pap kunnen maken. Al zei ze dat zij van de mais, die zij daar hebben, ook lekkere pap maken. Daar ben ik heel benieuwd naar. Nou ja, goed, daar wat nootjes, brinta en wat rijst. Het is rond de middag nu. Ik denk dat ik even ga slapen, want de afgelopen week was best wel pittig omdat Lea niet lekker was. En waren de nachten soms ook wat vermoeiend. Dus ik ga nu heel even liggen. En daarna ga ik kijken hoe we alles meekrijgen in de koffers. En ik ga de workshop nog even voorbereiden. Ik heb wel een idee wat ik ga doen, maar ik wil nog even wat op papier zetten. En wat mooie muziek uitzoeken voor op de achtergrond. Dus, maar eerst eens eventjes... Hey guys! Het is 6:20 in de ochtend. Ik ga 9 uur workshop geven. Iedereen wordt hier langzaam wakker, maar ze staat te douchen. Ik betrek nog even een bedje voor Harmon die hier slaapt terwijl wij weg zijn. Spannend. Ik ga kijken of ik iets op mijn keel krijg. Wat gaan we vandaag doen? Goedemorgen! Naar Afrika! Naar Afrika? Ja! En waar slapen we dan vanavond? Oh, in een vliegtuig! Wat zijn we doen, jongens? We gaan naar Afrika. Ik zit op de rollenbank. Gaat toch niet dicht die koffer? Dankjewel. Jee, de rollenbank. Dag Sen! Kom je aan het uitzwaaien, schat? Nou, let's go. Doei hè. Allemaal. Doei. Hoi hè. Dank hè. Doei. Dag. Doei. Dag. Lang niet meer gezien hè. Dag. Dag. Tunesië. Zorg goed voor die. Ja, dat is ook een Doei allemaal! Nick, wat gaan we doen? In het vliegtuig! Het vliegtuig heeft een uur vertraging. We vertrekken dus echt een uur te laat. We hebben dadelijk een kwartier nodig om van het punt te komen waar we uitstappen tot waar we instappen. Als we gewoon lopen. En in totaal hebben we 37 minuten voor de overstap. Dan vertrekt het tweede vliegtuig. Alleen daartussenin zit nog een paspoortcontrole. Dus het is maar de vraag, hoewel rennen we of we die wel op gaan redden allemaal. Dus op hoop van zegen. En Lea heeft al lekker een koekjes gekregen van de stewardess en een paspoortje met kleurtjes en schat. Het is nu ongeveer 5:45 of zo in de avond. Hi!
We hebben het gehaald. We hebben echt moeten rennen en ik zweet in alle naden. En ik ben zo trots op deze kleine man, die is helemaal alleen aan mijn hand gerend. Volgens mij was hij nog sneller dan ik. Maar goed, we zitten. En let's go to Africa. Eén vlucht te gaan, jongen. Nicky komt uit de jeep gesprongen, dat is een Spider-Man. Bruce die neemt ons even mee. Bruce heeft we zijn eventjes hier. Huis gebouwd, daar, deze. Oh, dat huis. Toch? Die heeft Bruce gebouwd. Wow. En hij moest even iets opmeten. Oh, je wordt een tuintje aangelegd, kijk hier. Super vet, hè? Nee, ik moet hem even helpen meten, dus ik ga hem even helpen. Hier is Bruce. En we hebben net ons super leuke huisje gezien waar we mogen blijven. En we gaan, krijgen even een rondleiding. Every day this time we go for a walk and the dogs get very excited. Mama. Ja? Dat mag. Buggy in Afrika. Ja? Morris, happy birthday to you. Hebben jullie goed geslapen? Ja. Hey guys, we hebben goed geslapen en doorgeslapen. Nick is één keer uit bed gevallen. Maar daarna weer lekker verder geslapen. Ik ga nu even de koffers uitpakken. Hier ben ik de kinderspulletjes in de kast aan het leggen. Oh, daar komt de prinses! Draai eens om. Draai eens om. Wauw, had je dat ook meegenomen, schat? Leuk, hè? Nou, dit is het. En we hebben nu deze eeuw, want de stroom is uitgevallen. Dat gebeurt dus hier vaker. Ik sluit bij deze de vlog af en in de volgende vlog laat ik jullie eventjes zien hoe ons huisje eruit ziet. Doei!